bellen, ze hebben nu geen honger. Nee, hè? Of wil je wat leuk, anders eten? Dat wat mijn papa en mama bedacht hebben. Maar dus liever een broodje die op de maar dan moet je van een keer zo doen. Geen zin in eten, wat nou? Okay. Maar ik moet heel voorzichtig met mijn vingers zijn, want ze hebben een heel grote gebit. Ja, ik heb al een... Ik zal ze straks nemen. Had je al gezien, hè? Dat had ik gisteren. Dat was een klein bijtwondje, misschien heel snel. Okay. Hierbij moet je meer oppassen. Dat is een grote bijtwondje als je weg hebt. Als jij gisteren haar hebt, kan je zo'n vinger kwijtraken als je niet uitkijkt. Nou ja, als je echt hard gebeten wordt, moet je even naar het ziekenhuis om schoonsleutel te maken en open te We hebben het wel eens bij een dierarts gehad. We hebben ze echt de hele vinger op te snijden. Of als je een schoon te maken. Okay. Dus daar moet je mee oppassen op tijd. En ze weten waar ze voor nodig zijn. Ja, nou, ik moet wel zeggen, deze puppy's zijn nog niet heel boos. Nee. Onze de longwormpatiënten hier in de quarantaine, die zijn veel feller vaak. Je kan deze makkelijker, ja, maar deze zijn loslaten. Ja, precies. En deze zijn lastiger eigenlijk. Ze zijn lastiger met draaien. En zo ingewikkeld doen dan. Maar ze bijten niet zo snel. Dat is met die gewone, die zijn makkelijker dan om vast te houden. Maar als je die per ongeluk loslaat, dan is ze meteen happen. Ja, okay. Ja. We hebben al redelijk wat littekens hier in de jaren opgelopen. En waarom willen ze deze niet eten? Omdat ze niet gewend zijn? Of is het omdat er medicijnen in zitten? Nee hoor, nee, dat hoeven ze niet. Het heeft bij de ene meer tijd nodig dan bij de andere. Ja. Ja. Waarom zitten die honden zo te piepen? Ze huilen. Aandacht, ze willen eten. Ze missen hun moeder een beetje. Zijn, dan maken ze bijna, dan zijn ze vaak stil. En als ze heel veel eten, dan worden ze misselijk en moeten ze overgeven. Ja, dat dus gebeurt ook wel eens. En dan ben jij wel, als jij een buikje vol hebt, dan moet je misschien ook En is het ook vol? Vol is vol. Maar dat weten ze af en toe niet. En dan gaan ze maar door blijven eten en dan eten ze waarschijnlijk net voor het eerst. Oh. Dan weten ze hun limiet nog niet. Ze weten niet wanneer ze moeten stoppen. Nee. En de handvoerders zoals deze twee, die willen die ook de hele dag door eten. Oh. Doe eens even slikken. En zoeken die naar melk? Dat is inderdaad... Nou kan ik er niks aan doen. Je zegt puur op zoeken naar een teken. Ja, mijn vingers erin. Dat doe je zo bij zijn keel. Ja, laat het slikken maar. Slikken vriend. Ik ben de neus aan slikken. Dat helpt bij kinderen, ja. Nou, eentje. Ja, ze hebben ook scherpe nagels. Die is heel stuk.